U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Vandaag wordt met toestemming van uitgeverij Kok Boekencentrum te Utrecht voorgelezen uit het dagboek Eén houvast van Dr. W. Verboom. Gerard van der Plas verzorgt deze aflevering. Luisteraars, we lezen van Jesaja 40, de versen 1 tot en met 5. En vervolgens uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 1, vraag 1. We zullen de overdenkingen lezen die door Dr. Verboom geschreven zijn onder het opschrift De enige troost, betaald en voor eeuwig vrij. Nu dan Jesaja 40, de versen 1. Tot en met 5. Troost, troost, mijn volk, zal u God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden, wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. Nu dan uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 1. Vraag: wat is uw enige troost, zowel in het leven als in het sterven? En dan is het antwoord: dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Nu dan als eerste de enige troost waar Dr. Verboom ons meeneemt in de volgende overdenking. Weet je waar het om gaat in je leven, vraagt de catechismus. Om troost, om de enige troost. En met troost bedoelt de catechismus houvast. Het gaat erom dat je houvast hebt in je leven, echt houvast. Zo begint de catechismus. Hij vraagt: wat is jouw enige troost in leven en in sterven? Dat is weer anders dan de catechismus van Calvijn. Die begint zo: wat is het doel van je leven? Antwoord: God kennen. Beide leerboeken vullen elkaar aan. God kennen geeft immers het enige echte houvast. Maar wat is de enige troost? Dat is dat ik niet van mezelf ben, maar van Jezus Christus, zegt de catechismus. Daar gaat het om in je leven. Als je niet van Jezus Christus bent, dan ben je van jezelf. Dat lijkt mooi, omdat je dan vrij lijkt te zijn. Maar dat is niet waar. Als je van jezelf wilt zijn, ben je niet van jezelf, maar van de duivel. Dat heeft die wrede tiran het voor het zeggen in je leven. Die wil je naar de ondergang slepen. Wat Jezus doet, is het tegenovergestelde. Die red je van het eeuwig verderf. Daarvoor heeft God de Vader hem aan ons gegeven. Ten diepste is het een van beide met ons. Of je bent van de Heere Jezus, of je bent van jezelf, dus van de duivel. Dat moet je nu leren. Deze vorm van leren kan pijn doen. Maar zo biedt het de enige troost die stand houdt tot in de dood.
Betaald is het volgende opschrift naar aanleiding van de woorden uit de catechismus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald. In de eerste zondag van de catechismus klopt het hart van ons geloof. Dat kloppende hart is het heilswerk dat de Heer Jezus voor ons heeft verricht. Hij, onze heiland, staat centraal. Niet alleen in deze eerste zondag, maar in heel de catechismus. Wat heeft Jezus dan voor mij gedaan? Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald met zijn kostbaar bloed. Daarmee stoot de catechismus door tot op het hart van het geloven. Ik ben een zondig mens. Ik ga dagelijks in de fout. Mijn zonden maken scheiding tussen mij en God. Op geen enkele manier kan ik zelf van die zonden afkomen en dus ook niet van die scheiding met God. Maar hier meldt zich iemand die raad weet. Het is de Zoon van God. Die zegt tegen mij: ik heb voor jouw zonden betaald. Waarmee? Niet met goud of zilver, maar met mijn kostbaar bloed. Aan het kruis heb ik de schuld van jouw leven voor God weggenomen. Dit is het grootste wonder dat er bestaat. Door het geloof in hem ben ik vrij van de schuld van mijn zonden, van al mijn zonden. Deze betaling door Jezus is volkomen. Ik mag me aan hem overgeven en ik voel in zijn werk grond onder mijn voeten. Hij is mijn enig houvast. Ik merk dat het gaat zingen in mijn ziel, zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wonder groot. De woorden "en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost" uit de catechismus krijgen nu ook aandacht. Dr. Verboom geeft in een persoonlijk getuigenis aan op welke wijze deze woorden betekenis hebben gekregen in zijn leven. Onder het opschrift "voor eeuwig vrij" maakt hij er ons deelgenoot van. Hij heeft niet alleen voor al mijn zonden betaald, maar hij heeft mij ook verlost uit de macht van de duivel. Als het aan mij lag, zat ik nu achter de tralies in de gevangenis van de duivel. De catechismus noemt dat onder de heerschappij van de duivel. Ja, zo is het. Je zit dan als een vlieg in zijn web en je kunt niet van hem loskomen. Eerlijk gezegd was er in mijn leven een tijd dat ik dat niet erg vond. Ik voelde me vrij. Maar toen God in mijn leven kwam, zag ik dat ik vanuit mezelf nooit meer uit de macht van de duivel zou komen en dat hij mij naar het eeuwig verderf zou slepen. Toen ik dat zag, wilde ik vluchten, maar ik kon nergens heen. Maar weet je wat er toen gebeurd is? Toen is de Heere Jezus naar mij toegekomen en heeft de cel waarin ik opgesloten zat opengebroken en heeft me bevrijd uit de gevangenis van de duivel. Ooit schreef dominee H.S.J. Kalf het boekje "Voor eeuwig vrij". Dat boekje is mijn levensverhaal. Weet je wat nu zo wonderlijk is? Als ik me zou losmaken van Jezus, zou ik op slag mijn vrijheid kwijt zijn. Maar dat gebeurt niet, want hij houdt mij vast. Ik ben van Christus en dat blijf ik. Dat mogen u en ik geloven. Zullen wij samen bidden? Heere, u gaf het ons om een ogenblik met elkaar verbonden te zijn. Daar danken wij u voor. Dat we onderwijs krijgen vanuit uw woord, vanuit de catechismus. Opdat ons leven richting krijgt en inhoud en troost. Want dat was die indringende vraag van de Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Een praktische vraag, ook een indringende geloofsvraag. En we buigen diep het hoofd en belijden voor u, o Heere, dat u weet wat er in ons leven afspeelt. Niet zichtbaar voor mensen bij tijden, maar u kent mijn gedachten.
U kent mij zitten en mijn staan. En wij belijden voor u, Heere. Dat doet bij tijden zo weinig recht aan uw woord. Maar nu mogen we vertrouwen op die ene naam die ons gegeven is tot zaligheid en die voor ons volkomen betaald heeft. Daarom bidden wij, leer ons, Heere, in zijn weg gaan, in zijn nabijheid te verkeren. En we bidden om de Heilige Geest, opdat wij zo zouden leren wandelen met hem, onze zaligmaker, Jezus Christus, onze Heere. Amen.